Nou, hoi Oudger. Leuk dat je mee wil doen aan dit interview. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het voor jou is om in deze tijd, in de tijd van corona, iCoach te zijn. In het begin was het echt wel heel druk voor mij als iCoach. Ik kreeg heel veel vragen van collega's. Ik doe eigenlijk een beetje een duo iCoach rol heb ik, omdat ik bij de opleiding media vormgeven zit. Dus ik deed dat samen met Gerard Derksen. En we hebben de leerjaren hebben we verdeeld, omdat anders echt te veel werd. Maar in het begin was het dus heel druk en op een gegeven moment, toen konden de collega's, die konden zichzelf eigenlijk wel redden en die snapten hoe de dingen werkten. Toen heb ik eigenlijk, sindsdien heb ik zo nu en dan nog een vraagje over bijvoorbeeld Teams of hoe bepaalde dingen werken. Oké, okay. Want je zegt eigenlijk dat in het begin dat het vooral heel druk was en naarmate dat de situatie voortduurde dat het minder druk werd. Wat voor soort vragen kreeg je in het begin van docenten vooral? Het waren eigenlijk hele praktische dingen. Dus hoe kan ik mijn lessen inplannen? Ik krijg heel veel berichtjes in mijn e-mail. Hoe kan ik dat verminderen? Hoe kan ik bestanden delen met studenten? Eigenlijk dat soort zaken. Dus vooral, dat zijn vooral Teams gerelateerde vragen eigenlijk? Ja, het was echt voornamelijk Teams, omdat daarvoor gekozen was om daarmee te werken. Mm. En omdat er natuurlijk allemaal Teams aangemaakt werden voor de docenten en ook natuurlijk de studenten eraan gekoppeld. Ja. Dat was echt de bulk van de vragen. Ja. Ja. En zijn dit soort vragen in de tijd dan ook veranderd? De vragen veranderen, maar de vragen die worden meer verdiepingen. Ja. Omdat docenten die geven les met Teams. En dan kom je erachter dat bepaalde functionaliteiten missen. Of dat ze bijvoorbeeld op muted worden gezet door iemand. Dan zeg je, ja, hoe kan dat nou? Het in de gaten houden van een chat of zo, of als een student een vraag heeft. Hoe pak je dat dan aan? Dus het zijn echt wat meer de verdiepende vragen op dit moment. Ja, ja. En als jij dan zo'n vragen ontvangt van docenten, hoe reageer je daar dan op of hoe pak je die aan? In eerste instantie, als ik een vraag van een collega krijg en ik denk dat die heel relevant is voor de rest van het team, dan stuur ik dat door. Ik heb dat laatst ook gedaan met, we hebben bijvoorbeeld via LinkedIn Learning, we hebben via het Media College allemaal accounts voor studenten. En de behoefte was er van collega's om toch wel wat meer videomateriaal te gaan gebruiken, omdat studenten daar individueel mee aan de slag kunnen. Toen heb ik dat, dus ik kreeg ook die vraag en ik zat er zelf ook al een beetje mee. Je kan wel het wiel opnieuw gaan uitvinden en allemaal eigen instructievideo's gaan maken. Maar er is al zoveel. En toen heb ik een kleine instructievideo gemaakt voor LinkedIn Learning. Van hoe werkt het, wat kan je er allemaal vinden. En die heb ik met collega's gedeeld. Mm-hmm. Om te gebruiken als lesmateriaal. Mm-hmm. En ook met studenten. Omdat dat zo'n grote database is met kennis. Ja. Dat studenten daar, mochten ze een vraag hebben, ook van alles kunnen vinden. Buiten de lessen om. Ja, precies. Dus aan de ene kant pak je zo'n vragen zelf op door er bijvoorbeeld een video van te maken. En je zei ook al eerder van soms stuur ik ze door. Stuur ik de vragen door. Naar wie stuur je ze dan door? Soms heb ik bijvoorbeeld wel een antwoord. En dan stuur ik dezelfde vraag. Die beantwoord ik dan. En het antwoord stuur ik dan door naar andere collega's. Omdat zij misschien natuurlijk met dezelfde vraag zitten. Maar het dan niet bij mij aangeven. Ja, precies. Dus dan deel je die informatie omdat de vraag is ontstaan. Ja. En soms zijn het natuurlijk ook hele individuele vragen. Ik zou dit graag met mijn lessen willen doen. Welke tools kan ik daarvoor gebruiken? Of
Heb je daar ervaring mee? Dat soort zaken. Ja, dat deel ik dan niet. Ik denk ook hoe vaker je iets deelt of hoe vaker je berichten stuurt, hoe minder het op een gegeven moment ook wel aankomt. Ja, precies. Ja. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in deze tijd, of normaal gesproken als je iCoach bent, dat je dan fysiek bij elkaar bent. Dus als iemand met een vraag naar jou komt, dat je naast elkaar kunt gaan zitten en hetgeen wat er is kunt bespreken. Hoe vindt de communicatie nu plaats? Of hoe bespreek je de vragen en hoe kom je erachter wat nu eigenlijk de vraag is bij de ander? Bedoel je dat als in bij de ander met collega's of de iCoaches? Nee, met collega's. Dus collega's die een vraag hebben, die komen naar jou, bij jou bij een vraag. Hoe vindt dat contact dan plaats? Dat vindt eigenlijk altijd op dit moment via Teams plaats. Dus ik krijg gewoon een chatberichtje in Teams. En dan krijg ik daar... zo krijg ik de vraag. En voor corona, zeg maar... Dan stapten collega's toch wel eventjes naar me toe. In de docentenkamer of soms zelfs eventjes in de les. En dan hadden ze even een korte vraag van hoe zit dit? En daarna kon ik daar wel antwoord op geven. Mm-hmm. Dus ja, de snelheid... Ja, ik denk dat dat toch wel een beetje hetzelfde is. Alleen met zo'n chat, tenminste wat ik bij mezelf merk, als ik een chatberichtje bekijk, dus ik krijg een vraag van een collega, dan heb ik ook gelijk, wil ik het gaan oplossen. En dan wijk je een beetje af van je normale bezigheden, waar je dan mee, wat je aan het doen bent. En dan probeer je gelijk dat eventjes op te lossen. En ja, dat... De structuur daarin vinden. Dus niet gelijk op chatberichtjes antwoorden. Dat is, vind ik nog wel lastig. Ja. Toch wel even de tijd ervoor te zoeken om dat te doen. En, en eigenlijk dus voor corona, toen zei ik, oh, dat zoek ik wel eventjes uit en dan kom ik later wel even op terug. Ja. Maar met de chat voel ik me toch wat meer verplicht om zo snel mogelijk een antwoord te zoeken. Ja. Ja, je bent dan constant in verbinding met elkaar natuurlijk. Dus je kan snel reageren. En is dan, als je kijkt naar de manier waarop jij die andere docent helpt, is dan de chat daarvoor een fijn middel? Of zeg je, ik heb liever dat ik face-to-face met de ander in gesprek kan? Nou, ik ben een sociaal iemand. En ik vind face-to-face altijd prettiger. De chat werkt zeker hoor. Dat kan je prima gebruiken. Maar het liefste zoek ik altijd wel contact face-to-face. Ja, snap ik. En is het ook wel eens zo dat jij de docenten uit jouw team zelf benadert met informatie? Je zei net bijvoorbeeld al van als er een vraag is van een docent en jij denkt die vraag is relevant voor de rest van het team, dan stuur je dat door. Heb je zelf ook wel eens los van zo'n vraag bijvoorbeeld dan met input waarvan je denkt dit is goed om door te sturen? Ja, en dat doe ik wel eens inderdaad. En dat is meestal als bijvoorbeeld vanuit het iCoach overleg als er nieuwe informatie is over iets. Mm-hmm. Of ik zie bijvoorbeeld een nieuwe functionaliteit in Teams. Dus ik zag nu dat je als je een les inplant, dat studenten dus een handje kunnen opsteken. Als in ik heb een vraag. Mm-hmm. Dat soort functionaliteit, dat is leuk. Maar dan moet je dan weer net achterkomen. Dus als ik daarachter kom en ik denk, ja weet je, het is heel relevant voor het team, dan deel ik dat. Maar soms doen ze dus ook vanuit een iCoach overleg dat er nieuwe tools zijn of dat er veranderingen zijn. En dan probeer ik dat ook altijd wel door te sturen. Ja. En dat zijn dan vaak dingen die dus gaan over bijvoorbeeld nieuwe functies in Teams of nieuwe tools die goed zijn of leuk zijn om in te zetten. Zijn er nog andere dingen die je deelt met docenten? In mijn rol als iCoach niet. Nee. Dus ik probeer dat echt wel, wat ik al zei net, hoe vaker je, zeg maar, hoe meer je iets zegt, hoe minder er ook blijft hangen. Dus in dit geval probeer ik ook een beetje less is more. Dus wat ik dan vertel, dat kan je echt wel goed gebruiken. En ja, de bijzaken, die probeer ik altijd of via ICT te laten gaan of misschien uit een vraagstelling van iemand te laten komen. Ja, ja.
En is het dan in deze coronatijd dat jij meer met berichten komt voor je mededocenten, omdat het nu meer digitaal is bijvoorbeeld ook? Ja, het is wel een stuk meer geworden, ja. 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 En ook omdat, kijk, ik geef zelf een digitaal vak. Ik zit er zelf al wat meer in natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik heb ook collega's die voornamelijk wat meer met wat analoger bezig zijn. En ja, die hebben daar vooral wat meer moeite mee om naar de juiste tools daarvoor te vinden. Ja. En om toch, ja, je staat niet meer fysiek voor de klas. Dus je kan ook als iemand iets fysiek aan het maken is, kan je er, ja, is dat lastig natuurlijk om er iets over te zeggen. Mm-hmm. Want je moet het echt voor je zien. En dan is een digitaal beeld, ja, dat komt daar niet goed over. En die zoeken ook ja, hulpmiddelen of andere manieren. Ja. Om er toch informatie over te dragen. Ja, ja, precies. En als jij dan die informatie deelt met docenten, hoe benader jij hun dan? Ik doe dat via de e-mail. Dus ik stuur ze een e-mailtje. Vertel het ook wel eens tijdens een teamvergadering. En omdat ik dus ook met Gerard samenwerk, vertelt Gerard het aan het ene team en ik dan aan het andere team. Mm-hmm. En dat werkt dan ook wel goed. Maar dat is meer van, vertel ik er iets over? Nou, weet je, dit is nu nieuw. Dus wil je daar gebruik van maken, dan kan dat. Ja. Dus het contact vanuit jou naar de docenten is meer via mail of in overleggen. En het contact wat naar jou toe komt is vooral via de chat in Teams. Juist, ja. Ja. Het zijn altijd korte vragen van ik wil dit of dat. En dan, ja. Snel contact ook of zo. Ja, ja. 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 We zijn bij de laatste vraag. En als jij zou kijken naar alle iCoaches die er zijn binnen het Media College of binnen andere mbo-scholen. Wat zou je hen willen meegeven in deze tijd? Ja, ik denk het belangrijkste is, wat ik merkte, is dat je je collega's moet leren om het ook zelf te kunnen doen. En dat ze, als je ze leert hoe ze hoe ze met teams kunnen werken of hoe ze een videoles kunnen geven. Ja, dan kunnen ze daarna gewoon de beginselen en dan kunnen ze daarna zelf al aan de slag. Maar probeer niet de vraagbaak voor alles te zijn. Want dat wordt, ik merk dat in het begin ook, dat red je niet. Dan krijg je zoveel vragen en drukte over je heen. Naast je, ja, je lesgevende taken of wat je daarnaast natuurlijk ook doet. En ja, dat gaat daar dan ten koste van. En hoe zou je dat kunnen doen dan? Hoe pak jij dat aan? Nou, ik probeer dus eigenlijk, want aan het begin vroeg je ook van, nou, hoe communiceer je dit? Dus wat communiceer je naar collega's? Dus als je een vraag krijgt en je denkt, nou, weet je, die is relevant voor het hele team. Dat is echt belangrijk. Stuur die in één keer helemaal door. Zodat collega's daar ook zelf mee aan de slag daarna kunnen. Want anders krijg je 10 keer diezelfde vraag. Mm-hmm. En dat helpt, dat heeft mij heel erg geholpen. Met sommige dingetjes gewoon een korte instructievideo uitmaken. Dus bijvoorbeeld jezelf uit een team verwijderen. Omdat onze collega's allemaal aan alle teams en alle studenten ook aan de teams gezet werden. Dus collega's die werden helemaal overrompeld door allerlei soorten berichten. Verwijder jezelf uit een team. Nou, dan ging het, dan kreeg je die berichten niet meer. En nou, heb ik een kort filmpje van gemaakt. En dan gaat het helemaal goed. Ja. Dan kunnen ze er zelf mee aan de slag. Ja, precies. Dus is het dan ook door het bereik te vergroten van de vragen die je hebt en de informatie die je hebt en dat te delen met meerdere mensen, dat je daarvoor al misschien wat vragen voor bent of zo? Ja. 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 Goeie tip. Ik denk dat dat zeker in deze tijd waarin iedereen met veel, toch wel dezelfde thema's zit, dat dat wel fijn is om gewoon al dingen te ontvangen daarover, lijkt me. En er is al een hele hoop.
Dus ook van het practoraat, ik weet maar, het is met, heeft ook een aantal video's gemaakt. En daar kan je collega's ook naar verwijzen. En dat heb ik toen ook gedaan. Van ja, weet je, hier is een database met informatie over Teams. Bekijk het eens, probeer eens mee aan de slag te gaan. En dan komt het ook wel goed. Mm-hmm. De meesten die snappen dat wel. En natuurlijk krijg je hier en daar wel eens een vraagje. Maar ja, dat is helemaal niet erg. Nee, precies. Daar ben je ook voor natuurlijk. Maar... Ja. Inderdaad, er ligt al heel veel en dat is zeker in deze tijd ook goed te gebruiken. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, bedankt voor je tijd en je uitleg. En ik hoop dat je in de komende tijd je rol als iCoach goed kan, goed van meerwaarde kan zijn. Ja, ik hoop het ook. Ik doe mijn best. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het helemaal goed komt.